De Biezenhoeve is een melkveebedrijf. Dat wordt gerund door mezelf, Geert van den Busje, samen met mijn vrouw Sophie en onze twee zonen Emiel en Elias. En daarnaast hebben wij ook nog een beleefboerderij. Dus het product dat wij toepassen is kalknitraat. Kalknitraat is eigenlijk een voedermiddel of een additief. Dus die moet gevoederd worden aan de koeien. Dat wordt opgemengd in het krachtvoeder. Dus de doelstelling is dat we in 2025 een daling krijgen van de methaanuitstoot. En uiteindelijk is de bedoeling dat we in 2030 een daling hebben van ongeveer 30% ten opzichte van het jaar 2005. Ik denk dat het vooral ook een punt van imago is. Hè. Dus we kennen het stikstofprobleem. Ik denk dat het van belang is dat we als sector kunnen bewijzen, als we de kans krijgen om zelf die doelstelling te behalen, als we dat kunnen doen ook, dat dat een statement is dat de buitenwereld, de landbouw toch wel de beste bedoeling heeft voor het klimaat en milieu. Met of zonder het additief, ik denk dat de koeien nooit geweten hebben dat het additief aanwezig was in het krachtvoeder. Dat is voornamelijk, maar extra werk op zich is er geen extra werk aan. De keuze die ik gemaakt heb is vooral het kader van het engagement naar de buitenwereld toe. En eigenlijk is er nog de premie ook nog, dus vanuit Vlaanderen ook, dat er een steun wordt gegeven voor de mensen die zich engageren voor binnen de convenant de goedgekeurde maatregelen daar gebruik van te maken.